In Rotterdam en in Londen veroverde Epke Zonderland een zilveren WK-medaille. Twee keer net geen goud, net niet. Dat was twee keer dicht bij huis. Nu mag je het in het Verre Oosten proberen. Vorig jaar was het WK in eigen land. Dat is bijzonder met het eigen publiek. Maar als je echt naar de andere kant van de wereld moet reizen voor het WK, dat is wel, dan voel je het wel meer van, ja, dit is het WK inderdaad. Dus dat is wel leuk. Je slaapt in dat hotel, hè? Op welke verdieping? 30ste verdieping, dus ik heb een mooi uitzicht. Hoe is het verder in Tokio? Ja, leuk eigenlijk. We zitten ook midden in het centrum en dat is niet altijd zo. We zitten ook wel vaak erbuiten, dus je kunt zo even de stad inlopen. En ja, inderdaad, dan realiseer je ook wel met je hoge gebouwen dat je echt midden in Tokio zit. Dat is wel leuk. Alle wereldtoppers zijn aanwezig in Tokio. Bijna iedereen is een jaar voor de Olympische Spelen scherp en gedreven. Behalve dat Zonderland zelf fit moet zien te blijven, moet hij ook meer op de anderen gaan letten. Want het gat tussen de grote rekstokspecialisten en de groep daaronder is kleiner geworden. Als ik kijk naar de echte laatste tijd, dus na het herstel van mijn blessure, ja, gaat het gewoon goed. En daar heb ik wel vertrouwen in, maar nee, ik sta niet heel relaxed. Er zit wel spanning op en druk op. En ook al voor de kwalificatie, je wil gewoon een goede wedstrijd draaien. En voornamelijk op rekstok, daar moet het helemaal gewoon goed gaan. The training time will be over in 2 minutes. Tokio is bepalend voor de Olympische droom van Epke Zonderland. Hij kan en moet zich hier kwalificeren voor Londen. Dat is de meest zekere route. Het is dus alles of niets. Het is voor mij eigenlijk de enige druk die ik voel. Daarom is mijn doel ook een medaille halen. En klinkt raar, maar echt een medaille, goud, zilver of brons. Ik wil gewoon hier naar de Olympische Spelen en ik wil me nu gewoon in één keer kwalificeren. En dat is mijn doel. En goud, natuurlijk het liefst goud, maar het gaat gewoon om een medaille.